Yo kijkers en de plays, welkom weer in een nieuwe video. Mijn naam is Declan en voordat de video eigenlijk begint, wil ik alvast sorry zeggen voor de weinige uploads deze week. Ja, zondag was de laatste video, maar vanaf nu gaan we weer proberen dagelijks te uploaden. Het zal niet elke dag lukken, maar dat snappen jullie ook wel. Maar ja, dan gaan we wel gewoon proberen. Hier zagen jullie het team op de achtergrond van mij, het BPL team. En ik had Hazard geleend, dus ik dacht... Laat ik hem gewoon op 7, ik heb hem op links voorzetten. Hier zien jullie mijn tegenstanders team. Hij had gewoon een cheap BPL team met een van Carroll in de spits. Die een hat-trick maakte tegen Arsenal. Zaha rechts buiten, links buiten Montero. En de rest kon ik niet meer zien. Ja, ik kon het wel zien, maar jullie ook. Maar ik had het niet meer opgezegd, omdat ik daar geen tijd meer voor had. We gaan beginnen aan onze eerste online wedstrijd. Dat zou ook de laatste zijn voor vandaag. Want vandaag wil ik het eigen... Nou, het liep helemaal een beetje helemaal vast. Sorry daarvoor. Maar ik wil het vandaag hebben over de managertaken die je moet doen. Als je een free pack wil. Het is wel een free 5k pack, maar er zitten natuurlijk allemaal contracten in. En dat is voor een Road to Glory heel erg lekker. Dat ga ik vandaag halen. Ja, niet allemaal, maar ik ga tegen het team van de week spelen. Hier gaan we geen clips van zien, want het is gewoon behoorlijk saai. Het is tegen de computer. En dat is dan behoorlijk saai. Want ik had hem ook professioneel gespeeld. Dus dat win ik sowieso. Doe als career mode. Speel ik op legendarisch. En dan win ik ook wel eens. Soms niet, soms wel. Maar hier zagen jullie de achtergrond dat ik hier de 1-0 scoorde. Uit een counter van zijn corner. Dat gebeurt heel vaak dit jaar in FIFA. Dat is dus heel vervelend om tegen te krijgen. Ik krijg het soms ook tegen. Maar dan kan ik het meeste nog wel onderscheppen. Maar het is wel heel effectief. Hier zien jullie trouwens dat ik een soort sweaty doe. Maar long tick to min. Een hele goede redding van zijn keeper. Ik weet niet meer wie het was. En daarna een rebound. Zo zien jullie het. Een raar schot. Hier kom ik weer met Ox door. Goede redding van de keeper. En dan pam. Tegen het hoofd van Colasinia. Volgens mij gaat hij er daarna nog in. Dat was gewoon lekker. Dat was eigenlijk wel banter. Gewoon wel lekker dat ik nu 2-0 voor sta na 27 minuten. Hier dacht ik, reet kut hij nou? Maar nee, het was gewoon een lek. Het was gewoon een beetje een lek spike. Dat gebeurde heel vaak, dit potje. Maar dan geef ik hem weer op... deze keer geef ik hem niet op long, maar op Hazard. Wel weer een sweaty, maakt mij niet uit. Hier zie je de rusttest. Hij had weliswaar 7 schoten, 6 het doel. Maar veel van zijn schoten waren ook van afstand. Er waren ja, op goal, maar ja, de keeper wel een klem of zo. Zo vond ik het echt niet waard om erin te laten. Volgens mij had hij één keer op de paal geschoten of zo. Ik weet niet zeker. Maar ja, hier pakken wij de bal of krijgt hij hem terug. Gaat... Pascal naar Montero. Montero dribbel spelen van hier. Pak ik hem goed. Wil ik hem wegslijden? Lukt het niet. Goede redding van mijn keeper. Maar de schrijver heeft een terechte penalty en gele kaart voor Wilshire. Ik dacht, ik probeer hem nog te blokken. Ik kan eigenlijk niet die sliding moeten inzetten. Aangezien ik 0-3 voor sta. Kiesing Jung van Swansea City gaat achter de bal staan. Mag hem helaas niet nemen. Carol neemt hem. Carol gaat de goede hoek in. Mag gewoon lekker boven in de hoek voor hem. En zo zat het 1-3 en dacht ik serieus dat ik nog in gevaar kon komen. Want hij was niet heel slecht. Maar hier kom ik erdoor met Hazard. Ga ik 2 man voorbij. Lekt het weer. En ik hoopte zo dat hij erin ging. Ja, pam. Dwars door het midden. Wel slecht kieten. Enigszins vind ik. En die mag er eigenlijk gewoon niet in. De bal komt recht op je af. Maar ja, daar heb ik geen probleem mee. Uitvak 4-2. En zo staan we 1-4 voor na 59 minuten. Met een easy hit in de rebound. Went geen tussen de verdedigers benen door. Daardoor werd het wel lastiger voor de keeper. Dus ik snap eigenlijk wel waarom hij hem niet had. Hier drukte ik per ongeluk op R3. Maakte niet uit. Ik kon gewoon goed naar binnen met Long. Long punt het hem weliswaar in de lange hoek. Zo staan we 1-5 voor na 73 minuten. En zo pakken we weer die 3 punten in divisie 9 gelijk. Dat is gewoon echt lekker. En dan komt Hazard hier op de linkerkant door. Een paar minuten later. Een bal rolt die. Wil ik zelf gaan. Kon me ook zwetten. Maar ik dacht nee. Hij zou erin gaan. Maar Mika Richards haalde hem van de lijn. Kopt hem over. En dan krijg ik nog een corner. Neem ik hem met Long. Kolker kopt. Nee, lukt niet, helaas niet. Wilt hij hem wegwerken. Onderschep ik hem gelijk met Wilshire. Volgens mij. Of nee. Een counter opzetten of niet. Nee, ik pak hem gelijk weer af met Wilshire. Pasen naar Davis. Pasen naar Ward-Prowse. Die ziet Hazard. Hazard. Daar gaat Hazard. En op de paal. Ja. Maar volgens mij werd hij ook nog aangeraakt. Dus de keeper. Nee, helaas niet. En zo gaat hij uittrappen met Michel Vorm. Sure, was dom dat hij daar een paas gaf. En hier kan ik hem onderscheppen met Oxlade-Chamberlain. Ik dacht, ik loop gewoon op. Een heerlijke redding van zijn keeper. Haalt Suarez hem weg. Pasen met Sessegnon. Maar het lukt. Komt weer niet in de voet aan. Ik dacht, weer een longshot.
volgens je helaas. En dan haalt Suare hem weer weg. Weer leeft hij hem in bij Davis. Maar die heeft een slechte aanname. Daardoor kan hij niet nog een kans creëren. Maar hier doet hij niks. En zo kan ik hem voor lege goal intikken eigenlijk. 80 minuten. Gewoon nog een goaltje. En dan fluit de scheidsrechter af. Mag Hazard volgens mij de bal mee naar huis nemen. Volgens Long. Dat weet ik niet meer zeker. Hier zien jullie de stats. Ik had wel verdiend te winnen. En na afloop zei hij. Ja, ik moest mijn baby voederen. Ik vond het eigenlijk best wel grappig. Want dat is gewoon eigenlijk een smoes die je nooit hoort. Kon ook echt zijn, maar ik denk van niet. En hier zie je dat ik tegen Team van de Week ga spelen op professioneel. Omdat ik zeker wou zijn van die win. Op wereldklasse win ik ook wel. Maar ja, dan kan het toch nog wel vervelend worden. Maar ik win deze wedstrijd. Volgens mij was het met 6-0. Het was 6-0, ja. En ik kreeg ook gewoon lekker coins voor. Lekker wat matchbonussen. Ja, hier zien jullie het. 90 minuten, 6-0 voor. Niks aan het handje. Dacht ik hier, als ik hem onderschepte, kon ik nog 7-0 maken. Maar nee, dat gebeurde helaas niet. En zo gaan we. Zo pakt Jovetic de bal. Hij had 4 goals. Ik had het Serie-A-team hiervoor gebruikt. Omdat hij de BPL-team fitness nodig had. Dus daar had ik die op de bank gezet. Maar hierbij is ook alweer de einde van de episode. Vonden jullie het een leuke episode? Laat dan even je like achter. Abonneer ook op ons kanaal. Marijn gaat binnenkort een kostserie starten. Maar dat had ik al gezegd volgens mij. En ik heb nu 13 manager taken voltooid. Volgende episode gaan we weer door met nieuwe. En zeg ik voor nu. Ciao mensen!